Als je offertes wilt vergelijken, moet je zeker nakijken of alle posten erin vermeld staan. Daarbij denken we aan extra werfmateriaal, zoals een stelling, een eventuele voorafgaande aanpassing van de elektrische installatie in de woning, de keuring van de zonnepaneelinstallatie, het aantal panelen met merk en type en uiteraard hun vermogen, merk en vermogen van de omvormer, die de geproduceerde stroom bruikbaar moet maken voor jouw huishoudtoestellen, en de garantie op de panelen en de omvormer. 10 jaar is daarbij een minimum. Vaak krijg je meer, voor de panelen soms zelfs tot 25 jaar. Weet ook dat sommige zaken de prijs opdrijven. Enerzijds de keuze voor all-black panelen, met dus een zwart frame, of ook hoogrendementspanelen van 400 watt piek en meer. Anderzijds het gebruik van zogenaamde optimizers of micro-omvormers om een probleem van schaduw op het dak op te lossen. Zijn alle elementen in de offertes opgenomen, dan kun je de prijs per kilowattpiek gaan vergelijken. Doorgaans ligt die tussen 1000 en 1500 euro. Een hogere prijs vinden wij te duur.